Yeah, boys! Welkom terug bij Need for Speed Unbound. En vandaag gaan we deelnemen aan de volgende qualifier. En dat is volgens mij in-game morgen. Ja, dat is zaterdag en dat is vrijdag. Maar we zullen waarschijnlijk redelijk snel door de vrijdag heen gaan, zodat we deel kunnen nemen aan die qualifier. En daarmee kunnen wij de Crown Victoria winnen. Maar we gaan dus sowieso de story uitspelen. En over de story gesproken, dat was natuurlijk de comment van de dag van Motube. En die had erover dat hij genoot van de Let's Play. En of we misschien op het eind nog een soort eindklapper zullen doen. Misschien hebben we dat gaan doen, want we zijn nou lekker aan het sparen. Maar dat zien we allemaal dan wel weer. Dus we gaan gewoon eens even naar buiten. Het is nou dus vrijdag. We kunnen nog wat geld hier en daar winnen, zoals die 28k. Dat is wel lekker. 28, Jesus Christ. Ja, ik denk dat we daar wel aan deel gaan nemen. Dat is een A+ race. Kunnen we gelijk die Skyline er eventjes een beetje testen. Een beetje weer erin komen. Dus ja, ik zal 1 race doen. En dan gaan we naar de nacht. Dan kunnen we nog een auto winnen. Ik weet niet welke auto dat gaat zijn, maar dat gaan we dus ook nog doen. En daarna deelnemen aan de qualifier op zaterdag. Dus heb je er zin in? Drop als likey. En dan gaan wij weer aan de slag. En ik rijd trouwens wel gelijk met de verkeerde auto. Ik had even moeten switchen van auto. Over dat gesproken. Oh, ze hebben de qualifier. The Grand. Ja, ik heb zo vermoed dat die auto die we nou dus krijgen, dat het waarschijnlijk een S-klasse auto is. Dat is volgens mij hoe dat werkt. Dat we dan gelijk al een auto hebben voor die volgende qualifier. Maar waar ik het over wil hebben is... Waar wil ik het over hebben? Nou weet ik niet wat ik wilde zeggen, joh. Omdat zij mij interrupten. Goddammit. Het is heel irritant dit. Nou ja, jammer dan. Maar rijden we gewoon even naar onze race toe. Ik mis bijna afslag. Hartstikke idee. Ik weet gewoon niet meer wat ik wilde zeggen. Whatever. We zijn in ieder geval hier. Ik kan daar ook nog even switchen naar mijn Skyline. Volgens mij is dat de enige A+ auto die ik heb. Ik ben benieuwd of het een race is die we eerder al gedaan hebben. Deze baan. Want al die races heten hetzelfde. En volgens mij is het telkens wel een andere race. En ik heb ook een challenge gecomplete. Ik weet niet eens hoe of wat ik heb. Dude, ik heb de race niet eens gestart. Letterlijk nu. What the fuck? Is raar. Ik heb ook niet kunnen lezen. Ah, wat er stond. En mijn rem deed het niet. Ik moest vol op de hand remmen, maar gewoon de rem deed het niet. Ja, deze auto wil ineens niet meer sturen. Wat de hel? Wat de hel happened? Ik heb niks veranderd aan de handling. Maar goed, we gaan even testen nou. Dude, hij wil gewoon niet sturen. Wat raar. Ik zou die Lancer dus kunnen gebruiken voor die qualifier, maar... Dit was maar een betere auto, maar ik weet niet waarom. Het voelt ineens zo raar. Ik weet niet wat er is gebeurd. En de politie is er alweer. Heel gezellig. Dit is een sprintrace, zo te zien. Ik zou heel graag eraf snijden, maar misschien de checkpoint hier. Oh, Harlow! Die hebben wij gechallenged. Dus had ik daar $1400 op gechallenged. Het is niet eens heel veel. Het zou nicer zijn als die bedragen nog hoger waren. Want je bent toch een beetje aan het gamblen. Maar dan met je eigen skill. En... Wat zou een goede S-auto zijn? Want ik krijg dus dadelijk die... die politieauto. Ik weet even niet meer wat het was. En die zal misschien wel snel zijn en prima rijden, maar ik wil wel iets anders hebben. Dus uiteindelijk zullen we wel op zoek moeten gaan naar een nieuwe auto. Dat gaat niet deze video gebeuren. Maar oh, zoen! Aan de kanten! Best wel een vet delivery van zijn auto. Ah! Shit! Dude, ik ga niet verliezen van hem. Ik weiger. Ik weiger. Ik weiger. Hier is de finish bijna. Ik heb een beetje boost nodig. Ik merk ook dat ik niet zo erg lekker rijd nou. Dus dat is niet heel chill. Ik hoop stiekem dat wij een B-auto kunnen gebruiken voor die nachtrace. Waarbij we dus waarschijnlijk weer een nieuwe auto kunnen vrijspelen. Want dan kunnen we een van die nieuwe auto's pakken. $21.000 is wel zeer welkom. En 1,5 heat level, dat is helemaal niks. Dat is nice. Ja, ik ga dus nou gewoon gelijk naar binnen om die dag te skippen. Zodra ik de politie kwijt ben. Die blijkbaar nog ergens uithangt. Of niet? Wacht, dat is hier links. Hier is een pad, maar die zie je niet op de map. Oh ja, die zie je wel. Dat is heel moeilijk om te zien. Ja, ik... oh, shit! Wacht, we hebben 31.000 deze nacht? Ik had 21 gewonnen met die race. Waar komt die andere 10k vandaan? Wat? Oké. Maar ja, we rijden dus rustig naar huis. En er was nog een andere race waarbij we volgens mij redelijk wat konden krijgen. Maar whatever. Kijk boys, we zijn weer thuis. En ik heb gewoon al 170k nou of zo. Las ik dat goed? Dat is flink veel. 173. Damn. Ik zal voor de grap eens eventjes die Foxbody erbij pakken. Deze auto is zo'n laag A-level dat hij waarschijnlijk niet eens aan te raden is om te gebruiken bij races. Maar mocht er wat zijn wat interessant is, dan ga ik hem gewoon doen. Want wij zijn niet bang voor een challenge. We gaan als eerste... Oh, dat is letterlijk ook een A. Of dat betekent dat ik een A-auto kan winnen. Eén van de twee. Maar daarvoor moet waarschijnlijk eerst mijn heat level omhoog. Oh, dit is een A-plus race. Ja. Oeh, de Mazda RX-8. Ik dacht RX-7. Ik was super happy. Dus de RX-8 die we kunnen winnen. Ook wel leuk. Maar dit is... was dit een A-plus race? Ik zie nergens het level. Ja, A+. A+ Skyline Sprint. Dat is dan weer een beetje jammer. Ja, waarom staat daar A? Een A met een auto. En ik heb een A+ nodig om hem te rijden. En ik kan een B winnen. Waarom staat er A? I don't know. Anyways, we gaan weer naar buiten. We gaan het zien. En hier is verder niet heel veel boeiends. Dus het enige wat we deze nacht gaan doen is hoogstwaarschijnlijk... Oeh, we hebben nog een andere A+ race voor 24k. Ik denk dat we ze allebei doen. Ja. We doen 2 races deze nacht. En dan skippen we over naar zaterdag voor die qualifier. Klinkt als een prima deal. We hebben een interessant nachtje. Er zit nog een billboard hierboven. Ik weet niet hoe ik daarbij kan. Waarschijnlijk vanaf de snelweg. Het is al een vette bak eigenlijk. We zijn er al, joh. Dit was letterlijk om de hoek. En hier zijn we volgens mij maar 1 keer meer geweest. En dit was de sprintrace wat ik net zag. En ik zal daar een andere auto moeten gebruiken. We kunnen de Lancer er weer even bij pakken. Ik denk dat we dat doen. Om een beetje de afwisseling erin te houden. En wij challengen Harlow. Boom! En dan krijgen wij dus die RX-8. Ik vind het zo jammer dat het een RX-7 was. Ik dacht voor een seconde dat er RX-7 stond. Dus ik was super happy. Het is ergens wel ironisch dat ik een race doe genaamd de Skyline Sprint. En dan switch ik van mijn Skyline naar een Lancer. Kan eigenlijk niet, hè? Kan eigenlijk niet. Hij is wel weer lekker snel weg. Volgens mij is dit ook een volledige snelwegrace. Dus ik had waarschijnlijk mijn Skyline moeten gebruiken, want die is sneller. En dat zal waarschijnlijk helpen bij deze race. Vooral met die Urus. Die Urus heeft sowieso een flinke topspeed. Dan krijg je zo meteen een boost. There we go. Ik heb ook het idee dat die boost helemaal niet zo heel veel doet. Dat scheelde weinig. Mensen nou in ieder geval voorbij. Maar dit... ik denk dat het een lastige race gaat zijn. Gewoon simpelweg omdat ze me zo meteen weer gaan inhalen. Die auto's van hun zijn gewoon sneller. Dus maar zijn ze maar al... Ja, ze zijn maar al voorbij. Ze nemen ook de binnenbocht. Dat had ik ook moeten doen. Dude, ik rijd nou al derde. Ik rijd naar het eerste. Ze zijn zoveel sneller. En we zitten al op de helft van de race. Dit is een hele korte baan. En de politie... Oh! Nee! No! Dude, waarom... Zij crashen op die politie en ik word genaaid? Hoe dan? Oh, nou, dat is foute boel. Dat is foute boel. Ik weet niet of ik nog terug kan komen nou. 60%? Baan is al zo kort. Ik word gewoon weer casual ingehaald. Kan ik hem slipstreamen? Ja. Yep. Oké, dat kan ons misschien nog helpen. Die slipstream? Ik heb die slipstream nodig. We zitten op 80%. En ik moet dit winnen, anders krijg ik die auto niet. Kijk, bij normale races heb ik zoiets van... Ja, je maakt allemaal niet zo heel veel uit. Maar nu wel. Anders alles of niet. Oh, god, die boost. Oh, boy. Hij komt me niet meer voorbij. Dat scheelt er weinig, jongen. Oh my god. Dan krijgen we tenminste die RX-8. En ik ben heel erg benieuwd hoe die eruit gaat zien. Maar damn. Dat was op het nippertje. Het ding is dus... Ik kan nog niet naar binnen gaan om die auto te checken. Want we moeten gelijk doorrijden naar die volgende race. Maar de RX-8 is binnen. Dat is mooi. En die volgende race hoeven wij niet per se te winnen. Want als we daar tweede worden, krijgen we ook 20k. Dus dat is prima. Maar in dit geval was het... Als we tweede worden, krijgen we gewoon geen auto. En wij zijn weer terug waar we net ook waren. Voor die andere race. Alleen die politie zit bij mij. Dus ik kan die race niet starten. Dus hopelijk kan ik ze even snel kwijtraken hier. Geen idee wat ik aan het doen ben. Oh, wacht. Billboard. Oh. Nice. Oh, wacht. Ik raak snel kwijt. Ze zijn mij kwijt. Oh, wauw. Dank iedereen. Yo. Ik moet weer terugrijden, dus... Hopelijk blijven ze daar niet al te lang hangen. Ja. Oh boy. No. Dat mogen we niet zien. Oké, ik rijd gelijk naar binnen. En dan starten wij... Oh, die race. Wil volgens mij ook weer een A+ race. Ik ga toch weer even terug naar mijn Skyline. Al heb ik dus het idee dat deze auto fijner rijdt. Die andere is sneller. Moet je eens kijken waar we nou zijn. We zijn op zo'n racetrack. Dat is raar, want er is een andere startplek. Dat is letterlijk hier. Dus wat ik nou probeer te zeggen is... We hebben een startlocatie op een random plek... Terwijl er een startlocatie letterlijk naast deze racetrack zit. Misschien dat je het niet helemaal kan volgen... Want ik kan het best slecht uitleggen, maar... If you know, you know. Het is een beetje raar... Ik snap niet waarom we politie achter ons aan hebben. Aangezien we dus letterlijk hier rijden. We zijn niemand tot last. Het is een racebaan. Dit is het meest veilige wat je kan wensen. Wat doet de politie überhaupt hier? Wat de hel? Kijk hoe snel die aankomt. Hij moet mee racen. Hij zou nog kunnen winnen. Het is wel lachen voor de verandering. Om een keertje op zo'n racebaan te rijden. Oh! Ik heb me van de baan afgeduwd. Ik weet niet precies hoeveel ik heb moeten betalen om deel te nemen. Maar linksboven zit inderdaad 24. Dus laten we zeggen dat we 6000 hebben betaald. Misschien 8. We hebben nog steeds een mooi zaksteentje. En oh, ik kon daar mooi gelijk naar rechts. Zonde dat het niet ging. Maar ja, dit was tenminste eventjes even snel geld harken. Oh, nou is heat level wel maximaal. Level 5. Dus we moeten heel snel naar binnen. Ja, dit... Ik blijf dat naar vinden, jongen. Ik kon gewoon mooi doorrijden. Maar nee. Ze moeten weer moeilijk doen. Ik kan niet naar links. Gaan we proberen? Ja, dit is wel een mooi plekje. Kijk, ik kon mooi naar boven rijden. De helikopters zijn wel bijna kwijt, man. Wow! Oh, ik had bijna dat billboard kunnen pakken. Ik ben zo bijna kwijt. Ik weet ook helemaal niet waar ik heen rijd. Ik rij me gewoon door. Het zou heel mooi zijn als hier ergens een woning op mijn route ligt. Maar, dude. Oh, auto links. Hier is water. Shit. I'm fucked. God damn it. Oké, ik draai me weer om. Ik kon hier niet door. Ik wilde met de weg mee rijden. Weet je wat? Ik rij heel even langs de pompstation. Oh my god. Jesus. Dat was een flinke stoot. Oké. We rijden even hier doorheen. Ik hoop dat we snel eventjes die... daar... Waarom doet hij zoveel damage? Het is niet te harde. Het is niet te harde, dude. Ik zei net dat helikopters het grootste probleem waren. Maar daar kom ik op terug. Dus die pick-ups zijn insane. Dat is echt niet gezond. Oh, ze staan letterlijk boven mijn hideout. Ze weten gewoon waar ik woon. Ja, dit is geen feestje. Dit is geen feestje. Jongens! Dit helpt niet! Ah, ik heb een hond die me lastig kan vallen. Goddammit! Heel had ik dit. Oh! Raak ze kwijt. Raak ze kwijt. You're doing it. Er is niemand op onze route. Hi. Dus ga ik nou richting de garage. Niet likken. Dude, hoe dan? Je brengt of je brengt geluk. Dankjewel, doggo. Oh, shit. Uit van voren. Uit van voren. Draaien. Oeh. Ja, damn. Hoe heeft hij mij kunnen zien? Letterlijk, op het moment dat de hond weggaat... Met de politie bij weer. Hoe is dat mogelijk, gek? Ja. Nou, daar ging alle hoop weer, alle vertrouwen. Zo jammer. Ik weet niet of ik hem kan repareren, nou. Net kon dat nog niet. Misschien nu. En waar, oh waar is dat? Zie je links. Oh wacht, waar raak ik de politie kwijt? Ah, een helikopter. Helikopter dit alles, jongen. 8 seconden. Oké. Kijk, hier heb je die tunnels. Yes. Ah, draaien, draaien, draaien. Oké, ik denk dat dit... Yes. Yes, 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 boys. Ik weet niet of ik hier ergens iets kan proberen. Maar nou zit ik een beetje vast onder die snelweg. We did it. Oké, dan moeten we heel snel terug naar huis. En het ding is, ik ben ze nou kwijt. Maar die agenten zijn er nog steeds. En ik hoef maar een klein beetje ongeluk te hebben of ze hebben me alweer gespot. Het geluk is wel, we zijn daar heel kort bij huis. Dat is letterlijk hier. Dus ik denk dat wij de nacht hebben overleefd. 32k is het inmiddels geworden. Vanwege al die achtervolgingen. En dan kunnen wij beginnen aan de qualifier. Zijn jullie er klaar voor? Ik hoop dat we daar ook nog een beetje geld voor krijgen. Want $50.000 buy-in was ik vergeten. Dat is een hoop. En dat is bij dat kroontje. Oh, we krijgen $100.000 als we winnen, of niet? Ja, 100.000 reward, 50.000 inzet, dus... Oké. Ik zat me net te bedenken. Er zijn eigenlijk ook maar weinig cutscenes in deze game. Je krijgt in het begin krijg je een cutscene en dan bij elk van deze qualifiers waarschijnlijk eentje. En that's it. Ik had eigenlijk wel meer story focus verwacht dan wat we hebben. Het is lastig met een race game, maar... een beetje raar. En... het zijn 3 races, dat was ik vergeten. Dit is waarschijnlijk een lange video. Ik was vergeten dat dit een toernooi is. Dus, jee. Dat ding is zo lelijk. Die kunnen wij dus winnen. Het is wel insane wat je van die auto kan maken als je weet wat het was. Want de Crown Victoria lijkt niks op dat ding. Street race on rails. Hebben we dan een trein? Huh? Alright. We moeten zorgen dat we in ieder geval geen laatste worden. Dat is het belangrijkste. Niet afvallen. Niet crashen. Hoe moeilijk kan het zijn? Come on. Stelt niks voor. I don't stop for cops. De politie, ja, die is er weer. Ik weet niet of we deze race eerder hebben gereden. Komt me zo niet bekend voor, deze route. Dus dat is iets. Scherpe bocht naar links. Komt me dan wel weer een beetje bekend voor, die bocht hier. En oh. Krijg ik zo nog een mooie boost mee. Hartstikke idee, eerste plaats. Ik was bang dat ik hem te ver zou afsnijden. En die checkpoint zou missen. Maar het werkt. Oh mooi. Oeh. Nee, nee. Ik kan niet kiezen. De politie gaat winnen. Ik vind het wel grappig hoe die politieauto's sneller zijn dan de meeste raceauto's. Je bent letterlijk illegale races aan het doen en je wordt gewoon uitgereden door de politie. Dat is best wel gênant. Al is hij volgens mij zojuist gecrashed. Dus... huh? Kijk hoe snel die politie is, jongen. Misschien moet ik ook een Corvette kopen. Misschien is dat de strat. Oh. Godsamme, ik crashte. Bijna. Ga weg! Ga weg! Ga weg! Ik zie niks! Oh, fotofinish! Oh, ik dacht dat de finish daar was. Het was al grappig geweest dat dit de eindrace was en dat ik zo zou finishen. Schilder weinig. Was wel intens. Ik ben wel blij dat we in ieder geval weer niet heel die politieachtervolgingen krijgen. Anders zou dit zo lang duren allemaal. Die achtervolging die we net hadden, die duurt echt een eeuwigheid. Waarschijnlijk zal ik het flink editen. Om deze video een beetje normaal te houden qua lengte. Maar die achtervolging alleen was al ruim een half uur. Dus kan soms lang duren. Deze baan hebben we wel eerder gereden. Die herken ik. Dit is volgens mij met zo'n eindjump. Dat is wel een leuke route. Ik heb zo'n vermoeden dat die Harlow en die Chacha de laatste 2 zullen worden. Kijk, ze staan nou 2 en 3. Ik geloof niet dat dat nog gaat veranderen. Want die Harlow die rijdt in die nieuwe Corvette. En die Chacha rijdt in die Lambo. Het zijn beide snelle auto's. Die zullen beide wel gaan winnen. Die Justitia rijdt in een 350Z volgens mij. Is dat zij? Volgens mij is zij dat. Ah! Ik had hem bijna uitschakeld. Ik heb nog steeds niemand gezien in deze race. Ik haalde heel de eerste. Ergens ben ik wel blij dat de politie er is. Het maakt het een beetje interessant. Anders winnen we te makkelijk. Ik moet ook zeggen dat de auto nou wel lekkerder begint te rijden. In het begin vond ik een beetje na. Maar ben ik wel aan gaan wennen. En hier heb je die jump. Kijk hoe ver ik voorrijd op de minimap, man. Er is niemand te bekennen. Degenen die dichtstbij zijn letterlijk twee politieagenten. Oh, en voor mij. Ik ben zo bang dat ze op mij inrijden, jongen. Die agenten zijn knettergek. Hé, hey, hier is de finish. Hey. Back-to-back dubs. Last but not least. De race waar het allemaal om draait. Tegen inderdaad die Lambo. Die verschrikkelijk lelijke Mansory kit. En het andere ding, dat zullen we zo meteen nog wel zien. Kan ik zo niet zien wat het is. Maar ook die Corvette inderdaad. Maar... het voordeel is wel, ik start ook voorop. Omdat ik de vorige race gewonnen heb. Dus dat is wel fijn. En hier is de politie. Hallo. Volgens mij is één van hun al gecrashed met die Lambo. Perfecto. Ik moet echt de politie omkopen. Ja, ik heb 50k over deze race. Of ja, ik hou 50k over. Als ik gewoon 10k aan die politie geef. En die ramt hun van de weg. Goeie strat. Wat zegt ze nou? I got this? En ik rijd zo ver vooraan. Ik rijd in niemands land. Maar dit is een nare bok volgens mij. Valt mee. Ja, dat het scherp was. Nou, dat is ook niet een hele lange baan. We zitten alweer bijna op de helft. Waarom rijdt eigenlijk die andere chick niet mee? Die Arch Nemesis. Ik weet niet meer hoe ze heette. Die onze auto gestolen had. Ah, shit. Ik zag te laat waar ik heen moest. Foute boel. Komt erin aan. 1000 meter. Oké, weet je, hier kan je niet heel makkelijk inhalen. Maar hij zit bij de slipstreamen. En dat is niet zo gunstig. I'm gonna take your money! Oh! Ik heb deze tunnels nog nooit gezien. Wat de hel? Wait, is dit op die plek waar we die race... oh, dit is letterlijk van de andere kant. Wauw. Ik ben die tunnels nooit ingereden. Daar is waar je die races kan starten. Het is een hideout. Of hideout, niet zo'n ander ding. We hebben gewonnen, boys. Dat is het belangrijkste. Ik ben gewoon benieuwd. Dit ding is zo lelijk. Lijkt een beetje op een NASCAR-auto zo. Ik ben benieuwd of dat een S-klasse auto is. Ik kok van wel. Kijk hem eens aan. Ik ga het zien, ik kan het zeggen. Die vind ik ook sick. Testarossa. Hey, don't feel bad. Your money is safe with me. Is die andere bitch hier ook of niet? Of word ik nou twee keer genaaid? Nou, door haar en door die andere. What's up? People love betting over stupid drama. That's what's up. What's up? Oh, die jaas was dat inderdaad. I am pulling in likes. I am pulling in subs. I am pulling in stacks. Betting on me? Well, not just you. I'll never bet on just one horse. Hold up, you betting against me? Huh? Oh, don't get all sensitive, Speedy. I mean, I know you got what it takes to win this whole thing, but what's the harm in throwing down on some other racers? If you win, we make money. If you lose, we still make money, huh? Maar ik krijg geen cut. Yeah, I got you. But who's really running these books? She is. Oh, I like the way you think. That Alec guy who set up the race, same guy taking the bets, which means he'll do anything to come out on top. Hey, this is my Sylvia. What are we gonna do about that? Like I told Rydell, I'm here to win. Ik heb de race al gereden. Huh? I felt that. Good. This is good. I got some ideas on how we can get some more of that. So, get yourself an Italian beef and focus up. Get yourself an Italian beef. Oké. Hey, ja, we hebben dus de race gewonnen. Half voor geld weer. Nou moeten wij dus gaan doorsparen voor die volgende qualifier. Waarvoor we dus een S-klasse auto nodig hebben. Ik heb 3 trofies gekregen. What? Ik had net ook alleen. Oké, onze gloednieuwe Crown Victoria. Oh! Wait, waarom krijg ik deze reward? I mean, het is niet echt een reward omdat ik er zelf voor moet betalen. Maar dat zou op zich een goede auto kunnen zijn. Een GT-R. 150k is niet veel. We houden nog bijna 100k over. Dus dat is helemaal geen gekke deal. Maar laten we eerst maar eens even kijken naar... Even kijken. Deze. Dat is een B-klasse? Ja, hij is niet B. Dat is bullshit. Oh, nou is dat een A+. Oké, dan is het duidelijk gewoon een bug. Dat is raar. Maar ja, we gaan er eens even in zitten. Ik ga wel de video beëindigen, maar we kunnen toch even naar buiten gaan. Dat we hem op zijn minst kunnen bekijken. En het is echt een insane boetebak, dat zeker. Alright boys, aanschouw onze nieuwe auto. En ja, dit ding ziet er echt heel ziek uit. Ik ben benieuwd hoe die rijdt, maar dat gaan we de volgende keer zien. Dus ja, vond je dit een leuke video? Laat sowieso een likeje achter. Abonneer voor meer, klik op de bel. En hopelijk zie ik jullie binnenkort weer terug bij een nieuwe video. Dus tot dan. En houdoe hè.